Brabant en bedrijvigheid, dat gaat al eeuwen hand in hand. We zijn een provincie van landbouw en industrie, kennis, wetenschap en innovatie. Een provincie met aantrekkelijke steden en dorpen, een rijk cultureel klimaat en prachtige natuur. Alles dicht bij elkaar. Stedelijk landschap en groene ruimte zijn steeds meer met elkaar verweven. Dat maakt Brabant tot een provincie waar het goed wonen en werken is. Ook voor ondernemers is het er aantrekkelijk. Maar tijden veranderen. De industrie verandert. De dienstensector groeit. Ondernemers krijgen de behoefte aan andere locaties en stellen nieuwe eisen aan de bedrijfsomgeving. Duurzaamheid is wat we willen en wat nodig is. Een gezond milieu en een prettig leef- en werkklimaat. Bestaande bedrijfslocaties voldoen niet altijd meer aan de wensen van nu. Bedrijven verhuizen. Panden staan leeg, terreinen verrommelen. Daar willen we als provincie wat aan doen. Samen met de gemeentes. Want het ondernemersklimaat moet aantrekkelijk blijven en ruimte krijgen voor ontwikkeling. We hebben een duidelijke visie met 3 hoofdlijnen. Om te beginnen de krachten bundelen. Samen kijken waar in de markt de actuele behoeftes liggen en daar het aanbod op afstemmen. Misschien kunnen we een terrein herstructureren of per gemeente een focus kiezen. Bijvoorbeeld focussen op productiebedrijven of op dienstverlening. Een regionaal afgestemd aanbod van locaties geeft gemeentes een betere concurrentiepositie, meer aantrekkingskracht, minder leegstand en meer werkgelegenheid. De meeste bedrijventerreinen zijn gewoon goed. Sommige terreinen hebben aandacht nodig. Betere parkeergelegenheden of toevoerwegen. Of een frisse groenvoorziening. In een aantal gevallen gaan we nog een stapje verder. Een werklocatie van de toekomst heeft kwaliteit en karakter. En inspireert. Biedt recreatiemogelijkheden, combineert wonen en werken, is geïntegreerd in de omgeving. Hier staat de gebruiker centraal. Brabant kent een aantal sterke sectoren, waaronder high-tech, logistiek, biobased economy, maintenance. Deze sectoren hebben veel potentie voor groei en innovatie. Daarom investeert de provincie in bijzondere werklocaties. Hier creëren we een omgeving die optimaal uitnodigt tot interactie en kennisuitwisseling. Bijvoorbeeld door het delen van onderzoeksfaciliteiten of door gezamenlijke eet- en vergadergelegenheden of sportvoorzieningen. Hier ontstaan nieuwe ideeën, nieuwe producten en diensten. Onderwijs en bedrijfsleven werken er samen. Zo sluit het kennisniveau van de studenten aan op de vraag van de bedrijven. Ontwikkeling van deze clusters heeft een positief effect op de groei van het reguliere bedrijfsleven. Daar dragen we graag aan bij. Om de bedrijvigheid in Brabant te ondersteunen en een boost te geven, bekijkt de provincie samen met de gemeentes actief waar de behoeftes, de mogelijkheden en kansen liggen. Lokaal en regio-overstijgend. En dat allemaal met 1 doel. Door middel van samenwerking en onderscheidende bedrijventerreinen het bedrijfsleven optimaal faciliteren. Samenwerking is het sleutelwoord. Of beter, synergie. Brabantse ruimte voor bedrijven. Samen hebben we het overzicht.